Dan gaan we nu naar het volgende onderdeel. We gaan naar de bovenste extremiteit. Weer acute trauma's. En in dit geval gaan we kijken naar de tuberculum maaierstructuur. Ik heb het net al eventjes benoemd. Waardoor kan zo'n tuberculum maaierstructuur nu ontstaan? Er zijn eigenlijk drie potentiële ontstaansmechanismen. Eentje is dat er sprake is van een hyperabductie. Eentje is dat er een dislocatie heeft plaatsgevonden. En nou ja, sommige studies suggereren dat zelfs bij 10% van de mensen van een dislocatie er een tuberculum maaierstructuur kan zijn. Dat was in dat geval dan mijn patiënt. En eventueel door een directe val op de schouder. Dat kan ook een tuberculum maaierstructuur veroorzaken. bij skiën is dit het meest frequent voorkomende geïsoleerde fractuur. Dus nou ja, in februari, maart, dan komen ze waarschijnlijk weer in de agenda. De mensen die met de skiën zijn gevallen, of misschien wel met schaatsen of zo. En dan weet je dat de kans hoger is dat je een fractuur gaat kunnen zien. Daarnaast suggereren ze in de literatuur ook dat die klinische diagnose erg lastig is, omdat het vaak lijkt op die van een traumatische cuffruptuur. Dus hoe ga je nu dat onderscheid goed maken? In de studies wordt ongeveer aangehouden dat 14 weken, dat het ongeveer duurt dat mensen gemiddeld klachten houden van een niet gedislokeerde tuberculum maaiers fractuur. Nou, dan nu de vraag, waarom wordt deze zo vaak gemist? Want deze wordt echt frequent gemist. In deze specifieke studie komen ze zelfs op 59% uit. Dus 59% van de fracturen van de tuberculum maaiers was initieel gemist. Dus laat het even op je inwerken, dat is echt een heel hoog cijfer. Je moet ook even naar de specificaties kijken van deze studie. Wat voor setting is het, wat is de prevalentie, et cetera. Maar het is geen 1 of 2% in ieder geval. Het is wel hoger dan je denkt. En bij ons docententeam zien we toch ook regelmatig deze fractuur voorbij komen in onze appgroep. Wat ze hierin benadrukken in deze studie is dat het ongelooflijk belangrijk is voor de röntgenfoto dat de arm ver in extra-rotatie gaat. Want dan kun je mooi door tuberculum maaiers die röntgenstraal schieten. Je kunt je voorstellen, als je net je schouder hebt geluxeerd of je hebt net een val gehad op je schouder, heb je de défense musculaire, je krijgt niet zomaar je arm in lekkere extra-rotatie. Dus die foto's zijn vaak ook suboptimaal.